Ik heb hier op Vissenaken ook nog Tristan van der Wegen van het B-team bij mij. Tristan van der Wegen, ik zal al misschien beginnen met het voorstellen van Tristan. Tristan is de nummer 10 van de B-ploeg, dus afgelopen seizoen eveneens de assistenkoning. Ja, toch kort bij. Ja, toch wel. Tristan, hoe is eigenlijk afgelopen seizoen verlopen voor de B-ploeg? Dat was eigenlijk beter dan verwacht. Onze ambitie was in het begin van het seizoen om top 8, linkerkolom. Dat is uiteindelijk ook gelukt. We zijn er ook net ingeraakt in de linkerkolom. De ambitie was ook om efficiënter te worden. En dat is ook redelijk goed gelukt. Het seizoen daarvoor hadden we ongeveer 21 punten. Ons doel was dat om te verdubbelen. We hadden er uiteindelijk 42, 43 zoiets. En dat was toch een geslaagd seizoen, toch wel. Ja, ja, want net in Vissenaken, net als op de meeste plaatsen, het B-team is eigenlijk het jeugdige eerste elftal. Hè? Ja. Hoe verloopt eigenlijk de doorstroming naar het A-elftal van Vissenaken? Zijn er al jongens van jullie die kansen gekregen hebben, waaronder jijzelf misschien? Ja, ik zelf heb al een paar keer mijn kans gekregen het vorig seizoen. Ik ben rond de 9 keer al mee geweest met de eerste ploeg. Dat is ook goed gelukt. De coach heeft vertrouwen in mij en dat gaat elke match beter en beter. En nu dit seizoen is dat ook, ben ik elke match al mee geweest. Dus ja. Dus Chris Daldim volgt jullie bij de B-ploeg nou op? Ja, zeker weten, zeker weten. Nu, ik veronderstel je dat je momenteel wel vaste basisspeler bij het B-elftal bent en blijft komend seizoen, of dat je alleszins zo start aan het seizoen. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen van jullie ploeg? Toch zo ongeveer hetzelfde eindigen als vorig seizoen. We willen altijd beter, dat sowieso. Maar ja, zoals vorig seizoen is altijd wel leuk meegenomen. Ja, wie zou je eigenlijk de sterkhouders noemen binnen jullie team? Ik wil het niet onbeschoft doen, maar ik zou mezelf toch wel aankiezen. Met nog iemand middenveld, Kenneth Bennekes. En Jonathan Bennekes is ook wel een goede. En we hebben ook een paar nieuwe gasten aangetrokken die ook wel potentieel hebben om de ploeg mee te dragen. Ja, jullie trainer is Noël Cultio. Voor welk type voetbal staat hij eigenlijk? Hij staat vooral voor het opbouwend voetbal. Vanuit achteruit. Dus vanuit de keeper uitzakken. En vooral niet de lange bal gebruiken. Gewoon over de grond verzorgd voetbal vanuit achteruit. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als wat Chris ook hanteert bij het A-team. Dat klopt, ja. Dan heb ik nog een laatste vraagje, Tristan. Wanneer is jouw seizoen persoonlijk geslaagd? Als ik toch meer wedstrijden mag meespelen met de A-ploeg zelf. Ik heb er nu vorig seizoen 9 gehad. Ik zou er nu toch wel minstens willen verdubbelen, toch wel. Ja, we staan nu aan het begin van het seizoen. Vorig jaar assistenkoning. Ja, dan zou ik nog graag weten hoeveel assist gaat Tristan dit jaar geven. Kunnen we aan het einde van het seizoen eens vergelijken hoe dat gelukt is. Hè? Ja, voilà, het is dat. Ik ga mijn best doen. Veel succes. Dank je wel.